jullie denken, wat heeft hij nou voor raar scheppie bij zich? Ja, ik ben ook maar een mens en ik heb alle twee de scheppen achter in de auto gelegd. En mijn vrouw is boodschappen doen. En dat duurt nogal lang en ik kan niet wachten. Want het is nou eindelijk droog. Dus ik heb Daniel zijn schep geleend. Maar goed, de schep doet er niet toe. Het gaat natuurlijk om de Whites MX Sport. En die ga ik even uitproberen. Dit veldje ziet er mooi en droog uit. En of er wat legt, dat weet ik niet. Maar dat gaan we daarna wel zien. Ik heb hem aangezet. Hij staat op Coins Jewelry. En de eerste 40, nee, tot bijna de 0 is uitgenotst. Dat vind ik wel een beetje veel. Dus ik ga even kijken hoe het werkt. Dat weet ik ook nog niet. Options, threshold, discriminatie. Kijk eens aan. Die mag er voor mij bij. Die mag er voor mij bij. En die mag er voor mij bij. Juist. Sensitivity 9. Nou, je kan in ieder geval niet zeggen dat hij geen kleine dingetjes pakt. Ja, wat is het? Van een startpistool of van zo'n beton spijkerpistool? Zo'n soort patroontje is het. Lijkt mij. Is het nou Blitz van de uitlaatservice? Of is het Blitz uitlaatservice? Nou ja, het heb in ieder geval aan een hondje gehangen. Oh, waar is die nou? Hier in het gat. Het is een beetje een oneerlijke start voor mij. Want Weitz hanteert hele andere waardes als dat ik gewend ben. Dus ik moet echt eventjes... Kijk, dan geeft hij een 6 aan. Dus ja, daar moet ik even goed op letten. Jawel, mijn eerste muntje met de MX Sport is een feit. Tadaa, 1980. En hij klinkt zo. ...55 geeft hij aan. Kijk, en nog een stuiver. Kijk hoe mooi die... Ja, stuivertjes pakt hij wel. Stuivertjes pakt hij wel. God save the queen. Na, 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 na. Een... wat is het, Penny? Pence. 5 pence. Oh, 50 pence. 50 pence. 50 pence van... 50 pence van Victoria. Hé, hey, dat is leuk. Dat je die gewoon hier ergens op een skatebaantje in Nederland vindt. Mooie vrouw vroeger. Toch? Of niet dan? Kosten nog moeite wordt gespaard om 20 eurocent uit de grond te halen.
Maar dan moest hij ook wel van ver komen. En het was niet heel erg overtuigend. Maar hé, ik heb hem wel. Ik heb hem wel. Daar is die. 10 centjes. Hey, 10 centjes. Dit was een middagje met MX Sport van Whites. Het was een leuke ervaring. Ik heb lekker gezocht. Het was uiteindelijk toch nog droog. En wat kan ik verder nog zeggen over deze machine? Buiten dat die erg robuust gemaakt is. Het voelt allemaal heel stevig aan. Het ziet er netjes uit. En het werkt goed. Het loopt lekker weg. Toen ik hem voor het eerst pakte, toen had ik een beetje het gevoel dat hij wat aan de zware kant was. Maar tijdens het lopen valt dat toch minder op. De balans is goed. Waar ik over nagedacht vind is deze dop. Als je deze dop eraf draait, daar zitten batterijen achter. Wat hebben we nog meer? Ja, koptelefoon kan je netjes afdoppen. Interface ziet er goed uit, netjes en duidelijk. Het is eventjes wennen dat je in combinatie van deze twee werkt. Dus als je hier wat uitzoekt, kan je het hier verwerken en andersom. En voor de rest is die goed. Kleine kanttekening wat ik er wel bij mee wil geven is... ik heb het gevoel dat het een beetje een rustig aan machine is. Ik ben nogal een snelloper. Ik beweeg snel, ik loop snel, ik graaf snel. En ik wil dus ook dat mijn detector snel is. Ik heb het idee dat deze gemiddeld genomen niet snel is. Dat is niet een negatief punt. Dat geeft geen afbraak aan de machine. Maar je moet er wel aan wennen. Het is een machine waar je op je gemak mee moet lopen.